Succes. Ja, dankjewel. Jongens, wij gaan vertrekken met het fruitsignaal. Hey, ik ben Douwe Doorduin. En je vraagt je waarschijnlijk af wat ik hier doe naast Average Rob en Bas Tietema aan de start van een van de grootste crossen van het jaar. Nou, daar ga je nu achter komen. Ga er even goed voor zitten en hou je vast voor het sprookje van Douwe en de Turbo Cross. Voor meer van de beste fietscontent op YouTube, abonneer je alsjeblieft op dit kanaal. Wij zijn onderweg naar Diegem voor de superprestige Diegem. Een van de allergrootste crossen van de kerstperiode. En ik ga meedoen. Conculega Average Rob. Hi everybody, welcome to a new video. Ik denk dat de meneer niet echt een introductie nodig heeft. Die organiseert een speciale cross. De Turbo Cross. Nou, en ik ben van mezelf best wel turbo. Dus ik heb gevraagd of ik mee kon doen. En dat mocht. Een turbo race in Diegem. Ja, er is veel om te doen geweest. Ze mogen niet meedoen met de echte profs. En dus bedachten Average Rob en zijn broer Arno deze speciale turbocross. Dat is een van de zotste sporten dat je maar kunt inbeelden. Dat is bijna onmenselijk wat die renners aan het doen zijn. Dus dan ben ik op zoek gegaan naar allemaal legends en voetballers en YouTubers die willen meedoen en meecrossen in de turbocross. Langs het parcours staan 20.000 supporters om hen aan te moedigen. Dus ik dacht, ja, het wordt vast wel leuk, wordt wel oké, maar we komen de afgelopen dagen achter dat het woord live wordt uitgezonden op de Belgische televisie. Er komen ongeveer 20.000 mensen kijken en dan sta ik aan de start samen met Average Rob, Bas Tietema, andere nationaal en wereldkampioen cross en heel veel andere YouTubers om 20 minuten te turbocrossen. 400 kilometer rijden voor 20 minuten fietsen. Let's go! Nou, dus voor iedereen die ooit heeft gevraagd om een battle tussen mij en Tour de Tietema, of nu dus mij, Tour de Tietema, Average Rob en allemaal andere content creators. De ultieme battle van de conculega's. Nou, als dit niet geen zieke video wordt, dan weet ik het ook niet meer. 20.000 mensen gaan dus zien hoe ik mijn eerste echte cross fiets. Geen tijd gehad om me voor te bereiden, geen tijd gehad om een fiets te fixen. Met een hele dosis wedstrijdspanning rijden wij de parkeerplaats op. Hi, Douwe. Rob, aangenaam. Aangenaam. Ça va? Goed, zeker. Er zit niet. Jazeker, 450 kilometer gereden voor 20 minuten fietsen. What the fuck? Uit Groningen. Nee, nice dat je erbij zit. Ja, ja. Ben ik benieuwd. Ik zeg dat je ook veel fietsen en dan dacht ik van, ah fuck, misschien is hij... Misschien is hij te goed. Ik heb eigenlijk niet genoeg over nagedacht wie dat je uitnodigde. Ik ben heel benieuwd naar Richard. Ja, en dingen zijn van Tournaat. Jelle van Damme is, dat is echt een monster. Dus die gast, echt een beest. Ja. Wij als Nederlanders, wij krijgen dit allemaal niet zo mee. Hè? Want dit is al een hele media. Maar dat is niet normaal hoor. Dat zijn de bekers trouwens. Hè? Ja. Dit is de... Hiervoor strijden jullie. Pas op. Hè. Voilà, er is al een beetje modder in. Nee, dat hoort! Zo de... Dat moet. Last place people's champ. Ja, geweldig. Dus er gaan voor beide gestrijd. Ik denk dat zelf de twee laatste ontertraagst gaan rijden over de finish. Ja? Dat is mijn. Oké. Ik krijg er nu wel zin in. Dit wordt wel echt... Volgens mij wordt dit echt fucking gaaf. I'm Ik zie nu de fietsen pas. Mooi, hè? Ja. Welke? Deze? Ja, die. Bedoelt u deze? Ja. Oeh. Kijk, daar in de verte, daar is de trap, de beruchte trap. Het grote struikelblok van mij. Maar ik kan niet rennen. En ik kan ook niet mijn fiets goed vasthouden. Weet je, ik weet niet hoe die move gaat. En met de fiets klaar voor de koers, begeven wij ons naar een kleedkamer aan het parcours, omdat je buiten praktisch overvallen wordt door fans. Heel succes. Tijd om de concurrentie wat te leren kennen en wat gekke eetgewoontes. Het is echt fucking die hard, hè? Om nu droge pasta te gaan eten voor de koers. Professional. Ja, maar Mathieu van der Poel,
doe ik er nog een beetje ketchup bij, maar dit is soda, een beetje ketchup erbij. Ah, dit ja. is zo die hard. Te veel bitter, te veel bitter. Ik lust geen ketchup. Huh? Ja, ik weet het. Wat? No problem. En terwijl buiten de mensen steeds meer binnendruppelen en het bier steeds harder begint te vloeien, maken wij ons op voor de parcoursverkenning. Mijn eerste kennismaking met de cross. Jongens, het is fucking gekkenhuis. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. De verkenronde, ik ben net bij Pietersen. Zand is dus. Dit mijn ding. Hoppa! Bizar allemaal. Alle andere. Ik zag je Tom Pitcock net? Ja, ik ging wel naar het. Het gaat wel oké. Okay. Ja. Het is technisch. Ja. Ik kan er geen hout van. Ik kan vooral niet door het zand. Ja. Maar hij is echt zo leuk dit. Nice. Fucking geweldig. Ja. Top, man. Zo groot. Ja. Zoveel mensen. Ja. Iemand die maar ooit één keer eerder een amateur cross fietste, vind ik de verkenning eigenlijk nog best goed gaan. Maar twee keer ingehaald door Mathieu. Je moet eens weten hoe leuk het nu al is. Je voelt je helemaal de big. Ja? Dat is het een beetje. Ik voel me echt profielremmer ofzo. Ook al die mensen langs de kant. Douwe, douwe. Dat is echt bizar joh. Maar het speelkwartier is voorbij. Ik ben hier gekomen voor de ervaring, maar hoe dichter bij de start komt, hoe competitiever ik word. Ik heb één kans om de kijk in de wielerwereld te laten zien wie Douwe Doet Dingen is en die wil ik pakken ook. Vandaag doen we die gaan Turbo Cross met deze fiets en klikpedaal. Nog nooit gedaan, niet meegeschommen, maar een sterke fiets. Terwijl Puk Pietersen naar de overwinning fietst bij de vrouwen, begeef ik mij naar de start. De Turbocross. En de Turbocross, dat is twee rondjes met 19 deelnemers. En we zagen dat de voormalig bondscoach, voormalig profrenner en bondscoach Sven van Toornhout heel goed vertrokken is. Het was met Jelle van Damme in zijn buurt. En de mannen gaan allemaal eens ondervinden hoe lastig dit is. Met 43 kijken we naar Douwe Doorduin, een Nederlander. En Robert zag dat het goed was. Je wordt echt door adrenaline zo aangespoord door die muur van geluid waar je doorheen fietst. Dat is echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat er zo hard werd gejuicht in mijn oren. Ik maakte de nodige foutjes. Het begin was best wel hectisch. Want als je heel hard dat parcours rijdt, dan is het natuurlijk heel anders dan tijdens de verkenning. En dan komt het eerste grote obstakel, hè. De zandbak. Hola, door het
Sam, zou dat nog kunnen? Kan dat nog? Nou, dat is prestige. En ook de balkjes, ja, het is allemaal niet mijn ding. Ik ben gewoon niet van nature niet echt een crosser. Maar ik kan nog wel een beetje fietsen. Dus ik heb het gewoon een beetje op karakter gedaan. En ik zit nog steeds voorin. En la patate. Ja, met la patate. Ja. Daar wordt gehecht en gebufft. Ja, en we zijn toch nog altijd maar 4 minuten verder, jongens. Het is wat, crossen. Maar dan gaat het op een gegeven moment gaat het gewoon wel allemaal mis. Mijn ketting valt van de fiets af. Sven van Toerenhout houdt gelukkig het allemaal een beetje op bij start-finish en ik kan weer terugkomen. De trappen oprennen was trouwens ook nog iets heel moois. Terwijl het cross weer hier in Nederland nu ook echt begint. Je komt een beetje in de apotheose van de turbocross, ook al is het maar 2 rondjes, ook al is het maar 20 minuten dat je aan het fietsen bent. Het is zo intens. Ja, een man die al behoorlijk wat gedronken heeft, ja, dat kan nu nog wel. Wie van die mannen gaat hier de grootste Johnny Turbo zijn? Ken je Johnny Turbo nog? Aanval uit het kamp van Nederland. Dit moet de Douwe Doorduin zijn. Gaat de bondscoach nu verzinnen? En wat heeft de champagne al uitgewerkt? En wat gaat Hannes daarmee doen? Ik dacht, ja, nu is het alles of niks. Ik ga gewoon proberen hier mijn kans te pakken. Een Nederlander, een onbekende Nederlander, een kleine YouTuber gaat hier gewoon eventjes het grootste online evenement van België winnen. 400.000 mensen hebben de livestream geprobeerd te volgen. Maar ja, misschien heb ik mezelf ook een beetje overschat. Want ja, ik word gewoon direct teruggepakt door het Turenhout. Lopen en het schouderen niet meer nodig. Kijk eens naar de 7-mijlslaars van Van Damme. Voorbij alles en iedereen. Door de modder kon ik niet meer inklikken. Ik had geen crossschoenen, dus dat werkte niet meer. Mijn versnellingen deden een beetje weer. De trap en dan zijn we binnen. De bel is gegaan, dus dit zou het einde moeten zijn. Wat heeft Van Damme hiervoor? We gaan sprinten. Dit moet. Oh, pas op. De trap op voor de laatste keer kon ik een positie inhalen en dan kom je er echt een stuk op. En er was een gat. Ik kom van achter op het binnenblad, uitgeklikt. Ik ga erom sprinten. De bondscoach is de leider en hij mag de handen in de lucht steken. Fucking goed, jongen. Ja, was fucking goed. Leuk. Ah, dat was echt het leukste van het jaar. Gefeliciteerd, joh. Direct. Ja, ik kom met jullie mee. Zie, en ja, als het seizoen voorbij is, dan gaan we recht. Oh, wat leuk. Omella patat. Omella patat. En dat is het enige dat telt. En er is er vanaf pas een turbocross. Wat een sprint, jongen. Ja, in het binnenblad, zonder ingeklikt te zijn. En ze vielen helemaal stil en ik kwam echt van achter. Ja. Dat was pittig. Ja, pittig, hè? Wel echt super leuk, maar. Ja, we hebben hier weg, we gaan er ook bij beginnen. We zijn weg met 5-6 man.
gaan de bodem gaan we eraan stappen. Dames en heren, het was een geweldige event, een geweldig initiatief van Everest. Ja, oh ja, op een derde plaats is geëindigd. Douwe, doorzet! Applaus voor Douwe. En dank voor Nederland. En dank voor de ontzettende van deze Turbocross, Sven van Toerenhout. Dames en heren, van jullie applaus. Douwe Dordain op 3, Angelo de Kerk op 2 en Sven van Toerenhout die de Turbocross wint. Voilà, dankjewel jongens van de Turbocross. Dankjewel, Average Rob. En dan denk ik dat het heel hoog tijd is om alweer over te schakelen richting jullie de Kerk aan de start. Kut, dat gaat mijn vriendin niet leuk vinden. Nou, dit was de meest bizarre ervaring uit mijn hele YouTube-carrière, dat sowieso. En dit was echt, ook sportief was dit fucking gaaf, jongen. Dit was, ik kan het niet echt onder woorden brengen hoe erg ik hiervan heb genoten. Rob is een gouden gast. Nou, gewoon de fans, alle mensen langs de kant. En één van Toerenhout, twee de Klerk, drie Dordain. Ja! Hey, vind je deze video leuk? Alsjeblieft, er komen waarschijnlijk nieuwe kijkers kijken. Abonneer je alsjeblieft op het kanaal. Help mij heel erg verder voor meer van dit soort content. Kijk ook even de geschiedenis terug. Volg me op Instagram, like de video, de commentje voor het algoritme en dat soort zaken. Tot de volgende keer! Hey, dankjewel. Ja, jongens. Soms waren er zo van die stukjes waar iedereen met zijn hand stond, toch? Ja. Ik nam iedereen mee en ineens uit van links, rechts, links, al dat bier over me. Hoe mijn fotootje?